Faka boys, Big Play Balls hier en ja, vandaag heb ik weer een gameplay voor jullie. Het is met de AK-12 op de map, Octane als het goed is. En ja, op de achtergrond heb je mijn eerste camstrike. En ja, ik hoop dat er nog vele zullen komen. Ik heb volgende week toetsweek, dus dat betekent dat dit weekend voor mij wordt leren. Ik heb vrijdag heb ik gewoon lekker lang gespeeld en vanmiddag heb ik nog even gespeeld. Of nou ja, vanochtend heb ik nog even gespeeld. Maar vandaag en morgen ga ik denk ik niet meer spelen. En tijdens de toetsweek ga ik ook niet meer spelen. Want het is wel belangrijk dat je altijd goede cijfers haalt natuurlijk. Het gaat voor gamen. Maar de AK-12, ik vond als in het begin vond ik het echt niet zo'n fijn wapen. Maar later begreep ik meer hoe het wapen in elkaar zat. Dus ik vond het wapen wat fijner. Mijn perks weet ik niet. Aan de zijkant zie je wel dat ik volgens mij scavenger. Nee, quickdraw scavenger en wiretap heb. En wat daarna allemaal zit, dat weet ik niet. En waar ik mee begin, weet ik ook niet. Maar ja, ik denk niet dat het echt wat toe doet. Ik vind het eigenlijk fijner om support te spelen in dit spel dan met specialist. En ja, dat is gewoon mijn voorkeur in dit spel. Maar ik zal alle twee gewoon proberen. Ik had vandaag ook volgens mij een 20-plus gunstreak met support op zo'n echte kutmap. Het lijkt op drone van de binnenkant. En dan gewoon alles is zo. Iets met een S of zo. Maar ja, dit vind ik echt een kutmap. Maar ja, ik vond het wel jammer dat ik mijn cam had gechoked op die map met support. Dat was met de SC-2010, dat is ook een fijn wapen, gewoon het eerste wapen dat je krijgt. Maar fuck, de damage op dat wapen is een beetje laag, dus ik zou het eigenlijk niet echt al te vaak gebruiken. De AK-12 is wel een goed wapen. De MSMB is een goed burstwapen, als je van burstwapens houdt. Meestal one burst en is het gewoon dood. De Honey Badger natuurlijk is ook gewoon een goed wapen, heeft alle standaard silencer. En je kan er nog 2 attachments op doen, dus dat betekent gewoon dat het een, hoe noem je dat? Het heeft 3 attachments, zonder dat je de, er was volgens mij ook een perk die je 3 attachments laat hebben ofzo, dat weet ik niet meer. Maar ja, ik heb heel veel camstrike fails, dat heb ik. Ik heb ook gewoon mooie gunstreaks, maar ik heb nog steeds maar 1 camstrike en dat is deze hier op de achtergrond. Dus in dit spel kan je niet echt gaan rushen. Maar je kan wel rushen, maar je gaat echt heel snel dood in dit spel. Dus het lijkt echt alsof er maar 2 kogels nodig zijn. Dat is ook denk ik wel. Maar ja, ik zou je aanbevelen om rush camp, weet je. Je moet rushen en wanneer je even hebt gerusht, dan ga je weer even rust gaan doen. Dat is wel denk ik belangrijk in dit spel. Want je bent echt veel te snel dood. Je hebt ook zo'n equipment. Het is een soort van C4 Claymore, Bouncing Berry in 1 of zo. Je loopt er langs. Boom! Je bent dood. Alleen als je nog even snel wegspringt, dan overleef je het meestal met de red screen. Maar als je al een beetje damage bent en dat ding pakt je, dan ben je gewoon dood. Ik weet niet hoe Blast Shield is in dit spel. Ik heb het ook niet echt veel gebruikt. Maar mijn mening over Call of Duty Ghost. Ik vind het op zich wel een leuk spel. Het is heel frustrerend, want iedereen op dit moment voor gameplays gaat. Iedereen wil gewoon, iedereen wil gewoon die campstrike hebben. En dan ga je je sneller irriteren aan een spel. Dat was ook bij Black Ops 2 in het begin met Nucleus. Iedereen wou dat ding hebben, iedereen ging campen ervoor, iedereen wou het gewoon zien. En daarom was het spel in het begin voor mij ook minder leuk. En ik dacht, wat de fuck is dit nou, waarom speelt iedereen zo gay? Maar ik hoop dat het ook overgaat bij Ghost wanneer sommige mensen beseffen van, hé, ik kan geen campstrike halen of hé, ik heb al een paar, dus ik ga niet meer zo gay spelen. En ik hoop niet dat het zo blijft, want je bent echt gelijk dood. En een camper, die kan je bijna niet counteren in dit spel. Jumpshotten zou ik niet doen in dit spel, ik zou gewoon dropshotten. En heel veel streven met stalker natuurlijk. Stalker is natuurlijk wel een perk die je gewoon altijd moet aan hebben. Op een assault rifle, op submachine gun weet ik het niet zozeer. Want submachine guns in dit spel zijn echt underpowered, vind ik. Je moet echt gewoon met de assault rifle spelen. Het is veel beter. Marksman rifle, dat zijn gewoon die single burst weapons. Zoals de FVL bij Black Ops 2 natuurlijk. En die zijn ook wel sterk. Ik heb er eentje heb ik ervan geunlocked. Maar weet je, ik vind hem niet echt heel fijn met de red dot. Zonder red dot vind ik hem fijner. Dus ik zet gewoon ionizer erop. Het begint ook met de M. Ik ken, zoals jullie misschien wel merken, ken ik de naam van de wapens niet goed. Daar had ik mijn cam, ik kan hem natuurlijk gelijk in. Maar ik dacht van, double cam gaat hem sowieso niet worden. Ik dacht, dit is mijn streak en klaar. Nu ga ik gewoon heel vaak dood, net zoals bij MW3 met de Moab. Maar uiteindelijk ga ik nog maar 3 keer dood en haal ik ook nog een 16 gunstreak als ik het goed had geteld. Dus dat... Ik kwam wel dicht in de buurt van die double cam, onbewust eigenlijk, maar deze map
Deze map is best wel leuk, vind ik. Alleen, je hebt bepaalde choke points. Dat is bijvoorbeeld hier zo. Hier spawnen ze gewoon recht voor. Daarachter dus. Dus als je daar even langs loopt en je kijkt naar binnen, zie je zonder drie man. En dat blauwe koffertje wat jullie daar zien, dat zijn field orders. Dan krijg je gewoon een soort van missie die je moet gaan doen. En als je die doet, krijg je een soort van care package. En daar kan volgens mij van alles in zitten. De chemstrike uit de care package van de field order, die krijg je alleen op de map Strike Zone. Ik heb daar nog geen cam uit, maar ja, dat is ook niks speciaals als je daar een cam uit haalt. Wat kan ik jullie nog meer vertellen? Ja, mijn mening over Ghost heb ik eigenlijk al een beetje verteld. Ik vind het gewoon een tot nu toe best wel leuk spel. En een paar dingen moeten gepatcht worden, dat is zeker. Zoals die MSBS en zo. Specialist, als je een laag level bent, gebruik het niet, want je hebt weinig perks. Dus daar heb je niet zoveel aan. Assault, ja, ik vind de assault in dit spel vind ik ook dikke poep, jongen. Die guard dog, dat is echt zo OP. Het is maar 5 kills en ja, dat ding, ik weet niet, dat ding, het kan zo... Die guard dog draagt een ballistic vest en je kan hem gewoon kapot vaak opschieten, zonder dat hij doodgaat. En hij springt gewoon op je en hij bijt je lul eraf en dan ben je gewoon dood. En ik vind het gewoon een pussy killstreak. Daarom gebruik ik ook geen assault. De ballistic vest in dit spel is een beetje raar. Want soms ben ik helemaal gedamaged en daarna ben ik gewoon weer full health. En dan heb ik nog steeds die ballistic vest aan. Dat ik denk van deze shit moet al lang kapot zijn. Want ja, je ballistic vest dat zie je gewoon links en rechts. Ja, je ziet gewoon in al je hoekjes zo'n groene shit zitten. Dat is die ballistic vest. Niet meer zo helemaal geel net als bij MW3. Dat vind ik ook wel fijn eigenlijk. Dat het niet zo overheersend is in je scherm. Gewoon in de hoekjes. Ja, voor de rest heb ik niet echt meer veel te zeggen, man. De gameplay zit er ook weer bijna op. Ik heb toetsweek, dus ik ga echt veel minder spelen. Ik heb nog wel gameplays, maar er zitten geen cams in. Er zitten gewoon streaks in of gewoon lekkere scores. Dus jullie moeten daar wel even mee doen. Pas tot wanneer de volgende vakantie die ik heb, dan ga ik echt zoveel gamen. Is niet normaal. Maar ja, weet je, jullie waren van mij altijd gewend. Goede gameplays met nucleus erin. Maar ja, camstrikes. Ik heb er nu maar één en ik vind het best wel vervelend, want ik krijg heel de tijd op 16 en weet ik veel, 19 dood. Dus ja, jullie zullen dus naar fails moeten kijken of gewoon lekkere potjes, want ja, ik moet wel even aan mijn standaard werken. Natuurlijk proberen weer de beste gameplay voor jullie te halen. Ik moet ook proberen meer te uploaden, dat probeer ik dus ook te doen. Daarom heb ik deze commentaar nu ingesproken. Vorige commentaar was van mij 2 dagen geleden, 3 dagen, ik weet het echt niet. Maar ja, ik hoop dat jullie nog steeds zullen genieten van de gameplays. Ondanks er misschien geen campstrike in zit. Of wel een campstrike in zit. Ik zal proberen live commentaries te doen. Maar dat gaat een beetje lastig. Want ik ben altijd heel laat uit. En dan zit iedereen weer in de woonkamer. En dan bladibladibla. Dus ja, live commentaries zal ik proberen. Tipvideo's zal ik proberen. Zodra ik zelf ook goed ben in dit spel. Maar ja, de eindscore zien jullie zo in beeld. Als jullie hebben genoten, laat een like achter. En subscribe als je dat nog niet bent. En dan zeg ik later. Boos!